binnen te wippen bij de skier om de hoek van het Binnenhof. Daarna ging hij nog even langs bij de shawarma-tent voor een frikatsalon. En toen belde ineens zijn secretaresse of hij commentaar wilde geven in Nieuwsuur. Anzille, welkom. Ik vond het wel een mooie vergelijking. Dat Zwitserse zakmes waar alles in zit wat je maar eventueel nodig kunt hebben. Hebben wij dat eigenlijk wel nodig nog in deze tijd? Een defensieorganisatie die als een Zwitserse zakmes is, nee toch? Nee, maar die, althans niet zoals het